Op de stoep bij wordt mede mogelijk gemaakt door Car Beauty Center. Dag kijkers, hier is Op de stoep bij met Peter en oma Koos. Welkom Op de stoep bij, vandaag operette. Ja, omdat ik zelf al een blauwe maandag bij de operettevereniging heb gezeten en nu nog steeds decorwerk verricht hier in het decorgebouw, leek het me wel eens een keer leuk om iets over de operette te gaan doen. Ik heb daarvoor uitgenodigd de Gebroeders van de Grint, voor een heleboel Deventernaren misschien wel bekend. En die zullen mij ongetwijfeld het nodige kunnen vertellen over de operette. Ik wacht ze elk moment, dus ik ga even kijken of ze er al zijn. Hey, Ed en ik. Peter. Hey, welkom. Ja, voorzichtig met de trap, hè. Ja. Hey. Ja, zeker. Ja, dit is een tijdje geleden natuurlijk. Decor van musical. Ja, zeker. We gaan nog even over praten over de operette, hè. Doen we zeker. Ja, kom binnen. Doen we zeker. Decor, ja, er is niet veel veranderd. Ook al is het net bezig met jeugd musical. En daar gaan we met Tefka. Een van de eerste musicals die we gedaan hebben. Ja. Al een prachtig werk. Schitterend. Zo, dat is een leuk plekje hier zo tussen de decorstukken. Ja. Hè? Ja, ja, zeker. Zeg, moet je horen voor de kijkers. Ed en Dick van de Grint. Wie zijn Ed en Dick van de Grint? Jullie zijn tweeling? We zijn een-eierige tweeling. Een-eierige tweeling. Ja, dat kun je toch wel zien, Peter? Ja, nou, ik heb een bril op, hè. Ja, hij lijkt zonder bril op. Zijn jullie van origine al Deventernaar? Wij zijn geboren Deventernaar, ja. Maar onze ouders komen uit het westen. Ja, die komen uit Rotterdam. En daar was mijn vader verbonden aan de drukkerij. En toen zijn ze in Deventer is de NDI begonnen, Nederlandse Diepdrukinrichting. Heel bekend bedrijf binnen Deventer. Ja, zeker. Ja. En mijn oom was daar directeur en mijn vader was daar hoofdredacteur. En zodoende zijn ze dus vanuit het westen naar het oosten gekomen. Ja, en waren jullie een muzikaal gezin? Mijn vader was dirigent van het Heilig Hart Kerkkoor. Ah, is hier in de Volksweg. Dus we hebben het wel in de genen zitten. Ja, zeg maar. Ja. We hebben absoluut van thuis meegekregen. Ja, want we gaan het eens hebben over operetten. Wanneer is jullie interesse voor de operette begonnen? Nou, dat is bij Dick begonnen eigenlijk. Ja? Dus ik denk dat Dick daar het beste over kan vertellen. Ik heb altijd al veel van operette muziek gehouden. Ik hoorde het via de radio. Ik had wat grammofoonplaten. Toen hoorde ik dat er in Deventer een Deventer opera en operettevereniging was. En via een kennisje die daar lid was, ben ik er eens een keer gaan kijken. Toen was ik 19. Ja? Ja, zo is het eigenlijk begonnen in 1961. In 1961. En ik heb het 42 jaar daar volgehouden. Dus. Kijk al. En Ed, ja? Ik ben in 1964 erbij gekomen. Eigenlijk op aanbeveling van Dick. Leuk is om te vertellen, misschien Peter. Ja? Dat de eerste jaren dat ik erbij was, ik ben tenor, maar ze hadden dus te weinig bassen. En het eerste jaar heb ik daarom bij de bassen meegezongen. Heb je ook zangles dan gehad? Op de club hebben we een aantal jaren wat zangles gehad. Maar jij hebt zelf ook zangles gehad. Ik niet, maar jij wel. Ik heb zelf een jaar of 3-4 zangles gehad. Werd er in die tijd ook veel gerepeteerd? Hadden jullie een repetitiegebouw? Ja, zeker. We zaten in... Waar zaten jullie in die tijd? Help Uzelf heette dat toen. Achter het, wat nu het uitvaartcentrum is. Ja? Achter het station. Ja. Daar repeteerden we. En later zijn we naar de Lindeboom gegaan. Schalkaar. Ja, dat weet ik. En toen nog naar Diepenveen. In Diepenveen, ja. Of van Zalland. We hebben het over de operettevereniging, de DOOV, hè? De Deventer Opera. Opera. Ja, we hebben ook een aantal opera's. Opera staat natuurlijk. Silent Zimmerman. Ja. En een Verkoofde Brood. Ik dacht twee. Twee opera's. Ja. En ondertussen is de naamverandering gekomen in de MOD. Nu veranderd in de Deventer Musical. Ja, nu de laatste jaren is het eigenlijk alleen nog maar een musical geworden. Ja. Jullie hebben dus gespeeld, maar er waren in die tijd allemaal mensen ook die vanuit de eigen vereniging. Of waar? Ook gastrollen? Incidenteel werden er wel wat gasten aangetrokken. Ik zou niet zeggen incidenteel, vooral
in de jaren 70, 80 hadden we toch wel vaak 3-4 gastsolisten. Ja, ja. Die dus via de dirigent dan aangetrokken werden. Ja. Ja, niet altijd beroepsmensen, hè? Waren ook wel de amateurs van andere verenigingen. Ja. Uit Apeldoorn of Zwolle. Ja, ja, ja. Want het blijft allemaal amateurwerk natuurlijk. Ja, vrijwilligersmensen. Net als de decorbouw. Dat was ook allemaal amateurwerk. Ik bedoel. Ja. En jullie deden dat elk jaar een nieuwe uitvoering? Bijna elk jaar. Ja. Eén keer in Wiener Café in 1968-69 kan ik me herinneren. Dat was een hele grote productie, Wiener Café. Dan zou Robert Solz zou ook zelfs komen naar de productie. Ja. Toen hebben we gezegd van nou, dat redden we niet in één jaar. Dus daar hebben we 2 jaar over. Robert Solz, de bekende componist. Robert Solz, de bekende componist. In die tijd, hij is helaas op het laatste moment, moest hij afzeggen. Hij was bezig met grammofoonplaat opnames. Ja. en dat was in de oude Schouwburg natuurlijk. Dat was toch in de oude Schouwburg? Ja. Maar het gevolg daarvan was wel dat door die hele publiciteit, want dat kwam natuurlijk groots in Deventer Dagblad, Robert Solz naar Deventer. Ja, dat was wat. Ja. Dus het gevolg was wel dat we 3 avonden vol bezoek hadden. Maar het was toch wel echt zo. Hè, dat ik heb de brieven nog in huis. De brieven van alles. En sinds die tijd krijg ik ook nog regelmatig correspondentie van zijn weduwe, van Eintje. Die zo af en toe nog eens brieven stuurt van nou, er is weer een nieuwe plaat of een nieuwe muziek opgenomen. Het kostenplaatje, zeg maar, eventjes zo tussendoor. Het is een enorme grote productie om zoiets op te zetten. Ja, ja. Prachtig mooi is dat natuurlijk om dat in de Schouwburg te doen. Ja. Maar het kostenplaatje wordt 60.000-70.000 euro hoor, vandaag de dag. Ja. Praat je over, ja. Praat je over 2-3 voorstellingen. Ja, ja. Met alle kosten. Maar dat van was in die tijd leidingen. Omgezet niet veel anders, dan denk ik. Nee. Of had de Schouwburg bepaalde tarieven voor de amateurclubs? Nou, dat hebben ze wel gehanteerd. Hebben ze wel een tijdje gehanteerd dat ze voor de amateurclubs een wat goedkoper tarief hanteerden. Ja, ja. Ja, überhaupt voor de deontaverenigingen. Ja, dat bedoel ik. Dat ze daar uitzonderingen van. Maar goed, je zat natuurlijk met kosten voor je orkest, kosten voor je decors, kosten voor je kostuums, kosten voor de grimeur. Allerlei zaalhuur. Zaalhuur. Ja. Ook die kleding, om daar even over. Die werden zelf gemaakt? Of werden die allemaal. Als je dat bijvoorbeeld, ik heb hier wat foto's. Ja. Als je dat, die huurde je bij een kostuumverhuurbedrijf. Ja. En ja, die kwamen dan gewoon ook kijken van, wat hebben jullie nodig? Ja, en dan maakt dat maakte dat natuurlijk maakt het kostbaar. Kostbaar natuurlijk. En de Schouwburg en natuurlijk de kostuums. En een orkest van 23 man. Ja, dat was. En dat was maar we kregen natuurlijk gelukkig ook de nodige subsidie nog steeds. Ja. En dat wordt nu al wat minder. Doe je altijd met eenzelfde orkest? Een samengesteld orkest met muzici uit de regio. Ja. En dat die samenstelling bestond dat er dus merendeel was waren amateurs. Maar het was aangevuld met een aantal beroepskrachten. Ja, ja. Ja. En dat werkte heel goed. Ja, dat werkte goed. Ik moet zeggen dat met name Gerrit Egberts in de tijd heeft zich daar die was toen in die periode voorzitter. Die heeft zich voor dat orkest heel sterk gemaakt. In het orkest, zover ik dan weet, de Voortman, Beb Voortman. Beb Voortman, jarenlang. Ja, jarenlang. En zijn zoon Bart. En zijn zoon Bart, ja. En bij het ballet zijn schoondochter. Nee, wat is het, hoe heet ze nou? Ja, zijn schoondochter. Maar als je nog verder in de tijd teruggaat, dan praat ik nog in de beginperiode over de Deventer Orkestvereniging. Ja. Amateurorkest. Ik weet niet eens of het überhaupt nog bestaat. Maar weet jij dat? Deventer Orkestvereniging bestaat nog? Ja, zeker. Nou, we hebben alleen een symfonisch orkest. Maar daar hebben ook heel veel beroemde, bekende Deventernaren voor gestaan. Ik denk aan Kruckert bijvoorbeeld. Herman Kruckert. Kruckert, als dirigent. En Herman Hulst was de allereerste. Oorspronkelijk was hij hele bekende muzikus binnen Deventer. Ook bijvoorbeeld optredens gedaan in tehuizen. Ja, in bejaardentehuizen. In bejaardentehuizen hebben we regelmatig. Maar ik kan dat iets herinneren van in mijn tijd dat ik een paar jaar mee heb gelopen. En dat vond ik ontzettend gezellig ook. Om daar voor die ouderen te zingen natuurlijk. Maar daar moet je altijd wel met een beetje bekend repertoire komen. Ja, dat weet je liederen en zo. Dat vinden ze ook echt vrolijk altijd. Ja. En natuurlijk altijd het Wolga-lied. Ik bedoel, ik moest altijd het Wolga-lied zingen. Oh, ja. In het bejaardentehuis, dat deed ik ook wel eens apart met een begeleider, met z'n tweeën of met een groepje. Ja.
En als je dan een hele uurtje of zo gezongen had, een aantal bekende dingen. En op het einde vroeg je dan van de andere mensen van, goh, wat willen jullie nou nog eens een keer terug horen? Dan was het altijd het, ja, mooie het Wolga-lied nog een keer. Ja. Ja, die teksten die zitten me nog zo in. Ja, ja. Wat zijn nou echt hele leuke operettes waar je aan terugdenkt? En je denkt van, want ik neem aan, jullie hebben, hoeveel operettes hebben jullie wel niet gedaan? Ik heb de laatste keer een inventaris van gemaakt. Ik heb 65 producties meegedaan. Maar niet alleen in Deventer hoor. Ik heb ook buiten Deventer in Epe heb ik een aantal jaren meegedraaid als gastsolist. Ja. In Zwolle, in Zutphen, in Apeldoorn. Maar in zijn totaliteit heb ik 65 producties gedaan. 65 producties. Ja, voor mij, en misschien zal Dick dat beamen, maar voor mij is de Mikado altijd nog een van de meest bijzondere operettes die we gespeeld hebben. Laat dat nou net degene zijn waar ik begonnen ben. Ja, want ik zei toen tegen toenmalig Piet Strik. Piet Strik? Ja, ja, en de regisseur. En ik denk, oh, ze hadden mij graag daarin willen hebben. En tenminste, de kennis en zo allemaal. Kom bij ons. Ik denk van, Engels is slecht. En mijn Duits is slecht. Ik zei, als jullie nou iets in het Nederlands gaan doen, dan... En toen was ik te klos, want Piet zegt, ja, maar wij gaan hem in het Nederlands doen. Dat was dus in die... vroeger was dat alleen maar Duits? De zang was altijd bijna altijd in het Duits. En de gesproken tekst in het Nederlands. Ja, ja. En later, toen we met name naar de Offenbach-operettes gingen, omdat die in het origineel natuurlijk in het Frans zijn, hebben we die veel in het Nederlands gingen. Ja, ja. Want operetten, dat is ook het leuke ervan, het is niet alleen zang, het is dans. Beweging. Ja, daar komt heel veel. Ja. Daar, we hebben ook jarenlang een vaste eigen balletgroep gehad, wat heel fijn was. Ja. Met een meisje, een goed stuk of acht dames, die dan de balletten verzorgden en daar werden dan soms ook speciale balletten voor in het stuk ingemaakt. In de beginjaren hebben we zelfs nog met de balletschool van Toto Verhoeks samengewerkt. Ja, dat kan ook nog goed herinneren. Maar waar ik jou eigenlijk heel goed herinner, is in de operette, dat weet Dick misschien ook, of het is een musical, de Pyjama Game. Waarbij jij als monteur, onder voor de storingen onder de tafel is misschien wel hetzelfde tafel. Dat vergeet ik nooit. Dat was zo hilarisch. Ik vond het dus leuk, omdat mijn zangtalent was niet van al te hoge kwaliteit. Maar in ieder geval, ik vond het leuk om het spel... Jij kon heel goed spelen. Het spelen vind ik ontzettend leuk. Dat was je sterke kant. Het sterke van de Pyjama Game was dat voor de eerste keer het orkest... was wat een kleine orkest op de buurt. Op het toneel zat. Dat was nog nooit vertoond, want die zat altijd in de bak. Altijd in de bak, hè? Dat was een hele leuke uitvinding. Ja. Ed, naast het koorlid zijn binnen het koor, jij hebt ook nog heel veel andere activiteiten gedaan. Wat met... Bestuurlijke activiteiten. Ja. Dick en ik hebben samen jarenlang in het bestuur van de club gezeten, zeg maar. Ja. Dick als penningmeester en voorzitter. Ja. Ik 26 jaar als secretaris. Maar daarnaast kennen we dus in Nederland een overkoepelende organisatie, waar de operetten en musicalverenigingen als bond, zeg maar, zijn aangesloten. En daar heb ik dus heel veel jaren in het bestuur gezeten. Daar zit ik nu op dit moment nog in het landelijk bovenbestuur. Ja, je weet, want ik heb ook nog eens een keer een websiteje iets in elkaar gesloten. Oh, jullie hebben... Ja, dat is waar. Dat heb jij voor ons toen gedaan. Ja, dat was vooral toe voor de regio, geloof ik. Ja, voor de regio Oost. Regio Oost. Ja, ik ben toen voorzitter van het Oost. En dat doe je nog steeds? Dat doe ik nog steeds. Ja. En daarvoor heb ik ook de koninklijke onderscheiding gekregen voor activiteiten zowel binnen Deventer als binnen de Boog. Ja. Heb ik in 2007 dus een lintje gekregen. Een lintje gekregen, voor al je diensten. En daar ben ik best trots op. Dan wil ik natuurlijk wel graag even dientjes zien. Ja. Ik mag je wel zeggen dat ik er erg trots op ben. Ja. Ik heb hem gekregen op 24 september 2007. Ja. Toen bestond de vereniging 50 jaar. En toen hebben ze dus stiekem, zonder dat ik er iets van wist, hebben ze dus een koninklijke onderscheiding aangevraagd. Ja. Ik werd volkomen overdonderd die avond, want het was gewoon een feestavond voor het 50-jarig bestaan. Ja. Maar in één keer kwamen mijn vrouw en kinderen kwamen ook binnenlopen. Ja. En wat familieleden, mensen van de Boog. Ja. En ik heb ook nog een schitterende oorkonde daarvoor gekregen. Ja, ook. Ook nog. Ja. Het heeft Hare Majesteit behaagd. Je kent het wel, hè? Ja. De tekst. Ja, elk jaar worden er weer heel veel lintjes uitgegeven. Ik heb er nog nooit één gehad. Nou, misschien.
Wie weet kom je nog een keer in aanmerking. Ja, wie weet. Ja. Maar ja, ik zit overal verkruimeld. Ik doe decorwerk. Ik heb bij de ziekenomroep gezeten. Dat is een totale pakket. Je moet voorgedragen worden. In het verleden zijn we nog een aantal keren naar Duitsland en zo geweest. Kun je dat nog herinneren? Dat we daar in een schoenenfabriek in een hal hebben we opgetreden. Met Zuivel Zimmerman was dat. Was dat met Zuivel Zimmerman? Dit decor dat doet me al een beetje aan Zuivel Zimmerman denken. Want het is een schip. Ja. En Zuivel Zimmerman dat vertelt het verhaal van Tsaar Peter de Grote die in Zaandam, in Noord-Holland, op de werf het vak leert van scheepsbouw. Ja, ja. En daar is een opera naar geschreven. En dat is een van de mooiste opera's van Lortzing. Dat heet Sound Simmerman. Daar mocht ik de rol van de Franse gezant in spelen. Er zijn een aantal gezant. En het is een opera die toch wel een beetje voor het operettepubliek een beetje al de zware kant was. Ja. Want een heleboel mensen zeiden in de afloop, ja, we vinden het wel heel mooi, maar toch wel een beetje al de zware kant. Mm. En ik hou daar zelf persoonlijk wel erg van. Hmm. Maar ik kan me voorstellen dat het merendeel van het publiek wat meer van het lichtere genre houdt. Ik noem maar wat. Vogelhändler, In Weisse Russel, Charlotte Verstein, Krevin Moritza. Dat zijn natuurlijk operettes die voor het grotere publiek wat leuker zijn. In die operette, het is eigenlijk toch een je hebt de eerste gedeelte, het tweede gedeelte. Derde gedeelte. Eigenlijk komt het... Meestal drie bedrijven. Komt het eigenlijk soms altijd wel eens op hetzelfde neer? Ja. Het is een bekende verhaaltje. Ja. In het eerste bedrijf worden ze verliefd. In het tweede bedrijf komen er problemen. Ja. Misverstanden. Misverstanden. Verwisselingen. Uiteindelijk is dat... Uiteindelijk komt het allemaal goed. Eigenlijk is het één pot nat. Eind goed. Peter, wat ook nog leuk is om te vermelden, is eigenlijk, dat we herinneren Dick zich ook, dat we in vroegere jaren, dat we met de hele club soms in de bus stapten, en naar de zusterverenigingen gingen kijken. We gingen naar Epe of we gingen naar Apeldoorn. Ja. En dan gingen we daar die voorstelling over kijken. Dus het was toch een enorme saamhorigheid. Ja, dat was zo. En wat mij ook nog bijgebleven is, dat we toen de Amsterdam Arena geopend werd, toen werd er een koor gevraagd van 1000 man bij die opening. Ah, ja. En daar zijn we toen ook met 2 bussen met de hele club zijn we naar Amsterdam gegaan. En hebben daar op dat middenterrein met 1000 andere zangers, hebben we daar de opening van de Amsterdam Arena gedaan. Heel bijzonder. Ja. Wat ook nog bijzonder is, denk ik even aan onze tweeling zijn, daar hebben we 1 keer gebruik van kunnen maken. Dat weet ik niet meer. Ja, we hebben een keer de Boccaccio gespeeld. Ja. En dat is een operette over hekeldichter Boccaccio, die in Italië gedichten schreef. En daarin komt als hoofdrol in de Boccaccio zelf. En daarnaast komt in de Prins van Parma. En die 2 personen die worden verwisseld met elkaar. Dus die moeten heel veel op elkaar lijken. Ja. In onze en toen heb je door dat gebruik. Dat komt heel mooi uit. Herinner ik me. Ja, eigenlijk de operette. Is dat nou inderdaad het voorverhaal van de musical? Hoe is die? Is dat een overgang van... Het lijkt eigenlijk wel een beetje op elkaar, behalve dan wat we net hadden over het verhaal. Ja. Het verhaal is totaal anders bij een musical. Ja, ik denk dat het grote verschil erin zit tussen operette en musical, dat de musical veel meer beweging heeft. Dans, ook veel meer dans. En toch, een musical is wat veel omvattender, denk ik. Hè? Je moet in feite van alle markten thuis zijn. Je moet bewegen, je moet zingen, je moet dansen. Voor de persoon zelf al. Voor de mensen zelf. Operette kun je er nog een beetje uitbesteden door een groepje erin te laten dansen. Ja, iedereen moet in beweging zijn. Ja. Het hele koor moet echt bewegen. Iedereen heeft eigenlijk een individueel ook een rol. Hmm. Je kunt niet zomaar zeggen van ga er maar staan en doe het nee, maar. Nee. Huh? Maar het is... Operette is wat statischer. Maar goed, jullie zijn dus operette begonnen. En daar eigenlijk latere jaren ook in die musical terechtgekomen. Ja. Grote musicals gedaan nog binnen de vereniging. Titanic. Ik er niet. Jij niet meer? Nee, ik niet meer. Nou, Anna Tefka heb je nog meegemaakt. Anna Tefka in 2003 was mijn laatste grote productie bij de DOOV. Hmm. En toen ze dus op musicals overgestapt zijn, toen ben ik dus gestopt. Ja. Want ik hield toch wel meer van de operette. Ik bedoel, Sandra Kuhn, maar ik vond operette leuker. En toen ben ik dus een aantal jaren doorgegaan bij de operettevereniging in Apeldoorn. Hmm. En later ook nog een keer mijn 50-jarig jubileum in Zutphen gevierd met een... En dat vonden we wel weer grappig. Dat was dan een musical, want dat was My Fair Lady. Ja. Maar My Fair Lady is natuurlijk onder de musicals het hoogtepunt om te doen. Dus dat vond ik dan wel weer heel leuk. Dick,
dus eigenlijk niet zo podiummusical is. Terwijl bij mij dat net het tegenovergestelde is. Ik ben erbij gebleven en heb een aantal musicals gespeeld. Omdat ik juist de musical leuker vind dan de operette. Ja, daar zijn geen tweelingen. Daar zijn geen tweelingen. Geen tweelingen. Nee. Ja, en toch eierig, maar... Daar zijn de verschillen toch. Ja, ja. Ja. Operette eigenlijk nog wel kans. Steeds minder, denk ik. Steeds minder. Je ziet het ook in het boogblad van de 20 uitvoeringen die er per seizoen door het hele land gespeeld worden, of veel meer misschien, is driekwart musical. Een kwart operette. Wordt steeds maar minder. zou het uitsterven of zeg je nee? Ik denk dat er wel een keer weer een soort opleving komt. Opleving komt. Omdat ik vind dat als je nou over opera hebt, dan zeg je, nou dat snap je helemaal niet, maar dat toch jeugd of opera's zijn. Ja. In de popgeschiedenis heb je ook opera's. Ja. Ja. Dus dan zeg je van, opera komt misschien wel iets in bepaalde vorm terug. Het zou best wel zijn dat het toch wel weer in bepaalde vorm weer terugkomt. Maar omdat het zo dicht bij de musical ligt, het verschil... Maar wat ik niet juist vind, Peter, en daar heeft Dick ook ervaring mee, dat ze proberen de laatste jaren om bepaalde opera's en operettes te gaan moderniseren. Ja. En daar ben ik fel op tegen. Ja. Ik vind het is goed dat je probeert te vernieuwen. Ja. Dat moet ook natuurlijk. Ja. Maar dan wordt het soms zo uit zijn verband gehaald. En, dat het nergens meer op blijft. Een Orpheus in de onderwereld die dan op een camping speelt. dat gaat er bij mij niet in. Nee, dat kan niet. Ja. Nee. Maar dat is persoonlijk hoor. Ja. Ben jij ervan, Dick? Ja, nee, ik ben het helemaal met je. Jij hebt de AIDA, geloof ik, een keer gezien, hè? Rigoletto. Rigoletto. Ja. Ja, dat was heel verschillend. Dan kwamen ze met motoren, kwamen ze het toneel op. Ja. Dan is het een beetje doorgedraaid in jullie ogen. Nee, dat hoeft voor mij niet. Nee. Jullie hebben ook toch wel leuke dingetjes meegemaakt. Wat ik nooit zal vergeten, dat was mijn rol in De Verkoofde Brood. De Verkoofde Brood, dat speelt het verhaal waarin op een gegeven moment een bruid wordt letterlijk verkocht. En in dat stuk daar speelde een jong man die een beetje... onnozel type. Lichtelijk onnozel. Onnozel, zeg maar. Ja. Maar wat is het moeilijke van die rol die hij heeft? Hij stottert. Oh ja. En dat betekent dat je dus zelf ook moet stotteren. Moet stotteren, ja. Maar niet alleen in de tekst, maar ook... in de zang. Ook in de zang. En ga je stotteren tijdens het zingen. Ja, dat is echt een probleem. Moeilijk hoor. Ik heb dat mezelf moeten aanleren. En dan krijgen ze iets van... Ik ben... Weet je wat? Op een gegeven moment, die stotterij, dat speelt dan in een circusscène. En in het circus, daar treedt een beer op. Hmm. En die beer, daar zit een acteur in die zo'n berenhuid over zich heen heeft. En die was dronken. Dus die kon niet figureren op dat moment. En toen vroegen ze die onnozele knaap of die dan maar in dat berenpak wil. En die komt dan op een gegeven moment als beer schommelend op. En op het einde, je hebt dan zo'n berenkop over je hoofd. En iedereen schrikt dan voor hem, maar die jongen is zo onnozel. Die tilt dat die kop op en die zegt... Ik ben geen beer, ik ben Wenzel. En op dat moment dat ik die kop afzette, bleef mijn pruik eraan zitten. En die ging ook mee. Ook mee, ja. Wat doen jullie op dit moment nog aan activiteiten? Aan zang eigenlijk vrij weinig. Ik tenminste, Dick nog wat meer. Ja. Dick is nog actief in de kerkzang. Ja, ik ben in de Schalkaard, ben ik nog lid van het brugkoor. Maar jouw vrouw heeft altijd ook nog... Marijke heeft een hele grote aandeel. Ja. Die is ook 36 jaar bij de DOOV geweest. Ja. Het enige wat ik nog met zang te maken heb, is dat ik ben sinds ruim 10 jaar ben ik trouwambtenaar. Mm. Ik mag dus huwelijken sluiten. Mm. En ik heb dus de gewoonte om aan het einde van de ceremonie altijd muzikaal af te sluiten. Met het bekende lied uit Oklahoma. Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day. I've got the beautiful feeling, everything's going your way. Oh, what a beautiful day. Van harte gefeliciteerd. Ja, kijk eens, hij heeft dus inderdaad weer een leuke indruk gehad over de wereld van de operette en de gang zo naar de musical toe.
Ed en Dick, nogmaals hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan ons programma. En ik weet zeker als u als kijker daarvan genoten heeft, dat u ook volgende maand weer kijkt naar Op de Stoep Bij. Op de Stoep Bij werd mede mogelijk gemaakt door Plenty Parts. Eerste hulp bij onderdelen, ook reparatie aan huis.